En de Nationale Assemblée komt morgen in een openbare vergadering bijeen om de aanpassing van de wet arbeidsovereenkomst te behandelen. De debatten over de aanpassing van deze wet zijn gisteren afgesloten in een openbare commissievergadering. De commissie van rapporteur staat onder leiding van NDP-parlementariër Patrick Kensenhuis, ondersteund door Mahinder Yogi, Ronald Hooghart, Patricia Etnel en Karel Breeveld. Een van de directe gevolgen van deze wet is dat het moeilijker wordt voor werkgevers om een werknemer te ontslaan. Wij voeren u terug naar enkele momenten van de commissievergadering. Ik heb dus gemerkt, voorzitter, dat die discussie met betrekking tot dit wetsontwerp op een bepaalde wijze wordt gevoerd, waarbij het lijkt alsof er voorop wordt gesteld dat met deze wijziging het werkgevers moeilijk wordt gemaakt om eventueel het dienstverband te beëindigen. Het voor werknemers makkelijk wordt gemaakt om eventueel het dienstverband voor te zetten. Maar dat is geenszins de bedoeling van dit wetsontwerp. We hebben in eerste ronde hierover gesproken. En het gaat erom dat we gaan naar een stukje modernisatie. Dat we gaan naar verbetering. Dat we gaan naar verduidelijking. Iemand die een bedrijf heeft en twee arbeiders in dienst heeft, die heeft vermoedelijk een andere kijk op wettelijke regelingen dan Alcoa, die in Suriname jaren bezig is. En van wie wordt verondersteld dat zij wel weten wat de arbeidsverhoudingen zijn op grond van wettelijke regelingen die er bestaan en op grond van andere zaken die ons dwingen om een goede werkgever te zijn of een goede werknemer te zijn, voorzitter. En met betrekking tot het aangaan van een overeenkomst voor bepaalde tijd en voor onbepaalde tijd. Ik meen te weten dat wij moeten weten, voorzitter, dat een overeenkomst een zaak is tussen twee of meer personen. En dat vaak in een ongedwongen sfeer plaatsvindt, voorzitter. Dat waren parlementariërs Patrick Kensenhuis en Mahinder Yogi. Ook minister Suharto Mustaja kwam aan het woord. Hij onderstreepte dat bij ontslagprocedures het ministerie van Justitie en Politie zal toetsen of een werkgever de juiste gronden heeft om een werknemer te ontslaan. Ik heb net gezegd dat we op dit stuk met een stukje vernieuwing gaan komen. Dat we met medewerking van het ministerie van Justitie en Politie, met medewerking van de waarnemend president van het Hof, dat wij verheugd zijn om te stellen dat gelukkig het Hof bereid is om dit maatschappelijk probleem onderkennen, dat bereid is aangegeven dat zij zeker voor dit jaar zij met een college van arbeidsaangelegenheden. Wij mogen dan het college raadplegen, dat ze dan kunnen gaan toetsen of inderdaad ontslag op goede gronden is verleend. En dat voor 2019 de mogelijkheid ontstaat dat er een arbeidskamer wordt gemaakt in onze rechtspraak. Minister Suharto Mustaja van Arbeid gisteren in DNA. Hij sprak over de aanpassing van de wet arbeidsovereenkomst. DNA komt morgen bij elkaar om deze wet in het openbaar te behandelen.